Oké, welkom bij het derde deel van onze modeling series, beginners modeling series. We zijn geëindigd met dit huisje en we gaan nu bezig met het creëren van de deuropening en de raamkozijnen. We hoeven dus niet in het model, dus we hoeven niet een opening te creëren. We kunnen dus gewoon de illusie geven dat er een deur aanwezig is of dat er een raam aanwezig is. Dat kun je op meerdere manieren doen. Laten we beginnen met een raam. Ik wil hier daarvoor resolutie creëren, dus ik kan aan de zijkant wil ik hier twee ramen hebben. Daar heb ik weinig resolutie voor. We hebben hier wel al twee lijnen die we kunnen gebruiken voor het eerste raam. Maar we hebben geen andere resolutie voor ons tweede raam en we hebben de hoogte en de onderkant nog niet bepaald van ons raam. Dus we kunnen daarvoor edges selecteren. Of we gaan dus weer gebruik maken van onze Swift Loop Tool. En ik zou aanraden om de Swift Loop Tool te gaan gebruiken. Vervolgens creëer ik de bovenste lijn van ons raamwerk. Vervolgens ga ik naar beneden en klik ik de onderste rand van ons raamwerk aan. En daarvoor hebben we nu de resolutie gecreëerd. Dit doet er verder niet toe. Deze gaan we zo meteen kunnen we door middel van Vertex en Edge Mode kunnen we die weer gaan aanpassen. We willen nu dus gaan zorgen dat we voor de andere raam ook resolutie creëren. Dus ik klik weer één keer hier en dan klik weer één keer daar. De maat ga ik nog bepalen. Nu weet ik dat ik alle resolutie gecreëerd heb die ik tot nu toe wil gebruiken. Dus ik klik weer op de Move Tool om uit de Swift Loop Tool te gaan. En nu ga ik naar mijn Front View. En wil ik zorgen dat mijn ramen precies op de hoogte staan dat ik wil. Dus we kunnen zeggen, ons raam is 3 meter hoog. We kunnen zeggen dat de onderkant van ons raam ongeveer bij een meter begint. Dus ik ga weer naar Vertex Mode. En vervolgens maak ik een sleepselectie van al mijn onderste vertices. En die sleep ik dan ongeveer tot aan het punt dat die 1 meter hoog is. Dat doe ik ook bij de bovenste vertices. Maak ik weer een sleepselectie. En ik wil dat mijn raam, voor mijn doeleinden wil ik mijn raam 1 meter hebben. Voor iedereen, dat kan anders zijn voor iedereen. Of voor je project. Maar voor deze doeleinden doe ik 1 meter. Ik wil het raam een beetje opschuiven, dus ik maak een markierselectie van de raamopening en ik sleep die een beetje opzij. En omdat het model niet organisch is, kan je mee wegkomen. Het is wel aan te raden om als je dat gaat doen, om al je vertices te selecteren en zorgen dat je edge flow, dus je lijnenspel, netjes verlopen. Dus daarvoor maak ik een markierselectie over de hele lijn en schuif daardoor mijn venster op. Dat wil ik niet bij deze doen, maar als ik dat ga doen, dan schuif ik ook mijn schoorsteen op. Dat wil ik niet, dus ik wil hiervoor alleen deze twee vertices selecteren. Omdat ik een markierselectie maak, selecteer ik ook de vertices aan de overkant. Dan sleep ik weer een beetje naar de zijkant. En dit is ongeveer de grootte die ik wil creëren voor mijn raamwerk. Dan gaan we in de perspective mode. Nou goed, we zien dat deze lijnen niet helemaal mooi zijn. We zien dat hier ook iets gebeurd is. Het komt door deze lijn. En dit vergeten we eerst even. Alles kan ook later altijd aangepast worden. Dus dat betekent niet als je lijnen gecreëerd hebt en je komt er niet uit. Deze lijnen zijn altijd dan weer aan te passen of te verwijderen of te gebruiken voor andere doeleinden. We gaan naar polygon mode. En we selecteren de polygonen waar we een raamwerk uit willen hebben. Vervolgens als we de polygonen geselecteerd hebben, kunnen we dus gaan extruden en naar binnen extruden. Maar we willen eigenlijk ook een deurpost of een raamkozijn creëren. We kunnen deze polygonen dus ook naar beneden schalen. Maar we kunnen en daarvoor gebruiken we inset. Naast de extrude tool zie je ook bij edit polygon staan inset. Vervolgens klik je op inset. En dan klikken we op de settings knop. En we zien dat er dan iets heel raars gebeurt. Dat komt door de waarde die erin gevuld is, een meter is te veel. Dus net als bij extrude klikken we rechts op de spinner om naar 0 te gaan en vervolgens klikken we het pijltje aan om zo een waarde in te vullen. Nou, hier ga ik vanuit dat dit ongeveer mijn raamkozijn wordt. Dus ik heb nu een raamkozijn van 10 centimeter. Vervolgens klik ik op het pijltje om toe te passen en nu kunnen we extruden. En vervolgens kunnen we dus hem inzetten. We hebben nu geïnstalleerd, alleen nu heeft onze
We klikken even op ons vinkje voordat we verder gaan. En nu willen we eigenlijk zorgen dat ook ons raamkozijn een beetje geëxtrude wordt, zodat het meer diepte krijgt en dat het beter leest in een spelomgeving. Dus daarvoor selecteren we met Ctrl al onze omvattende polygonen die ons raamwerk wordt en gaan weer naar extrude. En in plaats van dus een negatief te extruden, gaan we naar buiten extruden. En dat kan een paar centimeter zijn, dit is dus 3 centimeter. En laten we bij 2 centimeter houden. Weer eigen excuses. Weer je eigen interpretatie hoe jij dat op dat moment wil hebben. Ik klik weer op het vinkje om het toe te passen. Ik klik één keer op Edit Poly om uit de modus te gaan. En ik zie dat daar mijn raamwerk gecreëerd is. Nu kun je dus al die lijnen te creëren, hebben we dus onze kozijnwerk gemaakt. Alleen dat zorgt ervoor dat onze polygonen count wel omhoog gaat. Onze polygonen count kunnen we op gaan vragen door middel van die naar boven in de viewport te gaan. Op perspective te klikken. Nee. Excuses, op het plusje te klikken en naar configure viewports te gaan. Vervolgens zoek je in de tabs naar statistics. Die klik je aan en vervolgens zie je dat hier de optie is om polygon count te selecteren. De triangle count, edge count, vertex count en frames per second. Nou, vertex count hebben we niet nodig. We willen de polygon count willen we zien. Voor Unity engines gebruik ik triangles, dus we kunnen ook triangle count erbij aanzetten. Ik laat het bij polygonen en ik selecteer total. Je kunt ook total plus selection doen, zodat als je iets geselecteerd hebt, dat je ziet hoeveel polygonen dat object heeft. Vast klik je op OK. Alleen nu zie je hem nog steeds niet in onze viewport. Om onze statistics aan te zetten, druk je op nummer 7. En vervolgens zie je dat mijn statistics hier aanwezig zijn. En die staan op polygonen. Hier, die staan op polygonen en hebben we nu 216 polygonen. Ons huisje heeft dus 216 polygonen en dat is redelijk laag voor een huisje. Goed, we hebben dus lijnen gecreëerd, maar we hoeven natuurlijk niet altijd lijnen te creëren. We kunnen ook gewoon een nieuw object maken en die in ons model zetten. Dus we kunnen naar onze front view gaan, om de zijkant te bekijken. En vervolgens kunnen we dus weer een box creëren, door middel van het selecteren van de box. Ik maak mijn box even aan de zijkant, ongeveer ter grootte van mijn raamkozijn. Ik geef er even wat diepte hier. Ik klik rechts om uit mijn creëermodus te gaan. Ik druk weer op P voor de perspective view. Mijn raamwerk is nu wel heel erg groot. Of dik, dus ik wil mijn height wil ik aanpassen. En ik ben wel blij met de afmetingen. Nu gaan we door middel van de front view en de left view gaan we zorgen dat deze box aan de overkant hier aan het, in het huis komt te staan. Dus we gaan naar de front view. Ik selecteer mijn model. Nu zie ik mijn model niet meer, dus nu is het belangrijk dat we de F3 en F4 gaan gebruiken. Dus ik wil op F3 drukken om in wireframe mode te gaan. Om vervolgens dus mijn raamwerk te zien. En nu sleep ik mijn raamwerk ongeveer waar ik mijn raam wil hebben aan de overkant. Nogmaals, je kan de waardes kun je weer precies hierin gaan vullen. Voor mij zijn er nu hele incomplete waardes, dus ik ga of hele grote waardes. Dus ik ga dit even minimaal max of versimpelen. Ik doe dit punt 2. Nu heb ik mijn raam op op de hoogte of en de hoogte en de plek waar ik hem wil aan de voorkant of aan de zijkant. Dan ga ik naar de left view. En vervolgens wil ik ook in mijn left view. Ik zie dat ik hier mijn raamkozijn heb van de vorige keer. Dus ik wil mijn raam aan deze kant hebben. Ik sleep hier dus een beetje eruit. Zodat hij dus die overhang heeft wat je hier ook gecreëerd hebt. Nogmaals, de hoeveelheid overhang bepaal je zelf. En nu ga ik weer naar perspective mode. Door middel van P. Ik druk op F3 om mijn shaded view weer te zien. En nu zie ik dat ik hier mijn raamwerk heb gecreëerd. Nu is het nog steeds dus één blok. Het is nog steeds een box en hij heet nog steeds box 1. Dus we willen weer die box 1 gaan benoemen. Dus een raamkozijn. Ik wil weer een material erop gooien, want ik wil die zwarte material wil ik weg hebben. Dus ik klik even snel op de material editor. Waarvoor ook de sneltoets is van M, van material.
Vervolgens sleep ik weer mijn eerste material sleep ik op die box om ook grijs te maken. En ik klik weer material editor weg. En we willen daar een edit poly van maken. Dus we gaan weer rechts van ons model, edit poly. En we kunnen dus nu dit model gaan aanpassen zodat het ongeveer op een raamwerk lijkt, op een raamkozijn lijkt. Dus we klikken op polygonen. Ik selecteer mijn voorste polygoon en ik ga weer inzetten. Dus weer herhaling wat we net gedaan hebben. Rest op je model, of rest op je spinner om naar 0 te gaan. Ik had volgens mij raamwerk van 10 cm, dus ik ga weer naar 10 cm. Ik klik op het vinkje. Vervolgens klik ik op extrude. En we willen niet 10 meter extruden, maar we willen dus intruden. En ongeveer 3 cm. Klik weer op het vinkje. En vervolgens heb ik dus weer een raamwerk gecreëerd. Als ik nu dus mijn edit poly uitzet, heb ik nu dus een kozijn. En het voordeel van dit kozijn is dat je hem, als je een ander huis gemaakt hebt, dat je hem kan dupliceren. Dus dat je gewoon, je kan control. Je kan, goed punt, dupliceren is niet ctrl-c, ctrl-v. Dupliceren doe je door middel van het vasthouden van de shift-toets. Dus ik druk op shift en vervolgens sleep ik mijn model naar één kant toe. Dus ik pak bijvoorbeeld de x-as en ik sleep hem door. En nu zie ik dat ik een extra kopie heb gemaakt van mijn raamwerk. Ik heb nog steeds shift vast en mijn linkermuisknop nog vast. Als ik linkermuisknop loslaat, krijg ik een nieuw venster. Ik laat ook shift, daarna kan je shift ook loslaten. En je krijgt een nieuw venster voor clone opties. Daarin kan je aangeven kopie, instance of references. Of reference. We laten nu een kopie staan. Op instance komen we zo meteen. Wat je nu dus kan doen, is dit raamwerk gewoon gebruiken, opschuiven. En nu hebben we direct twee ramen gecreëerd. Dus eigenlijk is het een hele snelle manier. En het polygon count wordt door het wordt bespaard. Doordat ik geen nieuwe lijn hoef te creëren. Dit kan je dus dezelfde manier doen voor je deur. Dus je kan weer het raamwerk creëren. We kunnen ook gewoon deze dupliceren weer door middel van shift. Houden shift vast. Slepen naar de zijkant waar we hem willen hebben. Maak weer een kopie daarvan. En dan klik op OK. We willen hem dus 90 graden roteren, dus we drukken op E voor rotatie. Nu kunnen we gebruik maken van de angle snap toggle. Als je ziet bij de snap toet, zie je de snap toggle en zie je angle snap. Angle snap kun je ook aanzetten door de sneltoets A. Dus als je oplet op deze knop en ik druk op A, zie je dat die knop ook aanstaat. Dus door middel van A indrukken kan je hem aan- en uitzetten. Snap kan je aandrukken door middel van S. Dus zorg ervoor dat je die sneltoets onder de knie hebt, zodat als het per ongeluk gebeurt, dat je weet wat er fout gegaan is. Dus ik druk op A. En als ik nu roteer, en je let dan op deze waarde hier onderin bij Z, zie dat met increments gaat van 5. Dus ik kan nu precies zorgen dat ik 90 graden gedraaid heb. Vervolgens laat ik los. Ik ga weer naar mijn front view. Want ik wil mijn deur natuurlijk in mijn huis hebben. Dus ik sleep hem in mijn huis. Vervolgens ga ik weer naar mijn left view en ik wil mijn deur eens opschuiven. Ik wil hier ongeveer mijn deur hebben. En nu ga ik door middel van vertices, ga ik mijn vertices pakken en ik sleep mijn vertices waar ik ze wil hebben. Dus ik kan het weer aanpassen naar mijn voorkeuren. Ik druk even F5 om mijn wireframe te zien en ik wil eigenlijk zorgen dat mijn deur eigenlijk 1 meter breed is. Of de opening 1 meter breed is. Dus ik selecteer even en ik maak even gebruik van de grid, zodat mijn huis nu 1 meter breed is, de opening. En als ik dan nu deselecteer, zie ik dat, als ik in de perspective view ga, zie ik dat ik daar mijn huis gecreëerd heb. Of mijn deur gecreëerd heb en daar kan dus volgende keer weer een tekstje overheen. Waar ik mee wil zeggen dat je natuurlijk niet één huis uit één model hoeft te maken, maar je kan natuurlijk meerdere objecten gebruiken om een huis te creëren. Je zou bijvoorbeeld een sfeer kunnen gebruiken en een cilinder om een deurklink te simuleren. Goed, we hebben ons huis gecreëerd. We willen nog even een... hoeveel tijd hebben we nog? Ik ga nog even snel een klein stuk van het hekwerk maken en daarna gaan jullie bezig met je eigen huis. Of waarschijnlijk zijn jullie er al mee bezig. En creëer je eigen gecreëerde woning.
Goed, we willen dus een hack weer creëren. Ik ga even naar mijn left view. Ik schrijf even op. Door middel van de muisbutton van de scrollwiel in te drukken zonder een extra toets kan ik mijn navigeren tussen mijn view in mijn viewport. Ik zorg even dat ik een nieuw grid krijg te zien, of een lege grid krijg te zien. Ik ga weer naar mijn create tab. Vervolgens klik ik weer op box. En vervolgens maak ik even de eerste lat waar mijn hekwerk aan vast komt te zitten. Geef het een kleine. Laten we 5 centimeter dik maken. Vervolgens druk ik op W op de Move tool. Ik houd Shift vast en ik sleep naar beneden om de onderkant van mijn lat te bepalen waar mijn hekwerk aan vast komt te zitten. Ik druk weer op OK. Vervolgens maak ik nu mijn eerste lat voor mijn hekwerk. Ik zoom even in. Ik maak mijn eerste lat. Dat wordt deze. Geef het voor een bepaalde dikte. Ik klik rechts om uit de creëer mode te gaan. Ik klik op P om in perspective mode. We hebben dus weer onze zwarte material. Dus die willen we direct weer aan gaan passen. Direct opslepen. Nou, onze lat hebben we nu gecreëerd. Die is prima. Onze latjes zijn ook prima qua dikte. Dus nu wil ik de vorm aan gaan passen. Gaan we naar de left view. En vervolgens wil ik hier dus ik wil een puntje of een bolling aan creëren. Dus dat kan ik doen door middel van het object te selecteren. Rechtsklikken op het model naar Edit Poly te gaan. Je kunt hem nu benoemen, maar omdat we nog bezig gaan om het hekwerk te creëren, wacht ik even met het benoemen tot ik mijn hek helemaal klaar heb. Ik ga vervolgens, nu in Edit Poly zitten, ga ik naar Edit toe en ik pak de Swift Edge Loop tool en ik creëer. Ik wil 3 edges creëren, maar eigenlijk precies door elkaar gedeeld. Dus ik wil eerst precies in het midden 1 creëren. Om precies een edge in het midden te creëren, houd je Shift vast. En als je dan met de loop tool hovert over je model, zie je dat die edge snapt in het midden. Vervolgens klik ik 1 keer op de muis. En goed, Max werkt soms ook niet mee. Dus Ctrl Z. Nou, hij wil dus niet meewerken. Officieel zou hij dus nu met Shift vasthouden, zou hij in het midden die edge creëren. Doet hij nu dus niet. Dus ik doe het nu even op gevoel. Maak 3 edges. Vervolgens ga ik weer naar mijn left view toe. Ik ga naar vertex mode, door middel van het indrukken van 1. Ik zoom in. Middelmuisbutton om te pannen. En ik pak deze middelste vertices. Een sleepselectie om ook de achterste vertices te pakken. Ik sleep weer omhoog. Vervolgens maak ik een markie selectie over de eerste. En die sleep ik ook weer een stukje omhoog. En zo heb ik voor mijn gevoel dit, wat ik wil creëren voor hekwerk. Dat is voor iedereen natuurlijk heeft een eigen model gecreëerd. Of heeft een eigen model in zijn hoofd. Ik hou het hierbij. Dus ik ga op Edit Poly. En ik plaats mijn eerste lat op de eerste positie. Ik ga even naar de top view door middel van het indrukken van T. Ik druk op Z voor het inzoomen op het geselecteerde object. Dus Z voor zoom. En ik wil dus dat mijn lat aan de voorkant, of het latje aan de voorkant van mijn andere steunlat, steunpilaren, ik weet niet hoe het heet, staat. Dan gaan we naar de left view. En dan hebben we 1 lat gecreëerd. En nu kunnen we dus ons lat kopiëren door middel van Shift. Dus ik houd Shift vast, ik pak mijn Move tool en ik pak het X. Ik sleep hem door tot aan de opening waar ik hem ongeveer wil hebben. Vervolgens laat ik los. En nu hebben we dus de optie om ons object te klonen, maar ook een instance van te maken. En hier komt dus instance bij kijken. Dus nu instance druk en ik klik op OK. Wat er nu gebeurt is als ik elke keer als ik 1 latje aanpas, dus bijvoorbeeld de eerste, en ik denk, nou, ik ben toch niet tevreden met mijn ontwerp, ik wil dit hoger hebben. Dan zie je dat als ik die aanpas, dat automatisch die andere lat ook aangepast wordt. Omdat er eigenlijk een kopie ervan is, een kloon, maar die neemt zijn waardes neemt die over. Dus op die manier kan je snel al je latjes aanpassen, in plaats van alles 1 voor 1 aan te passen.
Zorg ervoor dat je kopies maakt van een lat wat veel gebruikt wordt. Maak dan een instance van, zodat je maar één aan hoeft te passen in plaats van alle latjes. Dus dat is instance. Nu hebben we eentje gecreëerd. Nu is er nog een andere optie die Max geeft. Dus we gaan even weer drukken op shift. En ik sleep hem even weer een stukje verder. En als we dan verder in onze opties kijken, zien we ook number of copies staan. Dus we kunnen ook een extra kopieën maken. Dat is een beetje gokken natuurlijk, hoeveel kopieën je nodig hebt. Dus ik vul hier gewoon random een waarde in, 20. Ik druk op oké. Ik zoom even uit. En dan zie ik dat ik te weinig latjes heb gecreëerd om het hele hekwerk te creëren. Dus dat is een beetje trial and error. Dus ik druk even op Ctrl Z. Ik doe het nog een keer. Ongeveer de opening weer. Nou, doe ik het nu 30 keer. Oké. En nu zie ik dat ik dus te veel heb. Maar goed, je kan beter te veel hebben, want die kun je weer verwijderen. En als je dan de kopieën verwijdert, verwijdert het niet alle andere latjes. Nou is het... Nu kan je er heel moeilijk over gaan doen, want we zien nu als we op F3 drukken, zien we dat onze latten niet groot genoeg zijn. Dus we kunnen zorgen dat we die selecteren. En dan kunnen we, als we rechts klikken, kunnen we daar een edit poly van maken. Vervolgens kunnen we één voor één die latjes pakken. Vertex mode. En dan kunnen we onze latjes weer groter maken, zodat zij wel precies de lengte omvatten. En als we dan in perspective mode gaan, dan zien we dat we één hek gecreëerd hebben. Nu zijn het allemaal losse onderdelen. Dus eigenlijk wil je zorgen dat als je klaar bent met je hek, dat je één standaard hek maakt. Dat kunnen we doen door middel van het attachen, maar we kunnen ook het hekwerk gaan groepen. Dus maken we een groep van ons hek, zodat we ons later weer ons hek aan kunnen passen. Daarvoor selecteer je het hele model, dus alle modellen die je in een groep wil hebben. En vervolgens ga je naar Group en klik je op Group. Vervolgens krijg je de optie om de groep te benoemen, dus ik noem dit hekwerk. Excuses, hekwerk. En als ik nu dus deselecteer en ik selecteer mijn hek weer, zie ik dat mijn hek in één model verplaatst. En nu kan ik dus weer roteren. Ik kan naar mijn top view gaan om het te plaatsen waar ik wil. En ik zie dat mijn hekwerk nu te klein is, dus dan zou je dat dus aan gaan passen. Ik kan een shift vasthouden, nog een keer te kopiëren naar de overkant. Maak er weer een instance van. Ik wil mijn hek dus roteren, zodat mijn latjes naar de buitenkant staan. Dus draai hem 180 graden. Gaan we naar perspective mode. Nou goed, jullie kunnen zoveel mogelijk mee spelen als jullie zelf willen. Ik wil mijn hek dus naar beneden hebben. Ik zie dat mijn hek maar... Nou, het komt wel redelijk goed. Meter hoog is. Goed, en dat zijn de meeste modellen technieken die je gebruikt om een model te creëren. Vooral in het beginstadium. Dus voor volgende week maken jullie je huisje. En maken jullie een hekwerk. Zodat ik kan zien dat jullie de stof die jullie geleerd hebben vandaag onder de knie hebben. En dan gaan we daar volgende week weer mee verder. Succes!